Want ik moet echt, echt, echt enorm aan de bak deze week. Dan laat ik voor mijn gevoel zoveel, snap je? En dan word ik dus helemaal niet beloond. Ja, ik word daar gewoon bloedzagrijnig van. En misschien was dit voorlopig gewoon even de laatste keer zwemmen. Yay, nieuwe week, nieuwe kansen. Leuk dat je weer kijkt. Ja, het is maandagmiddag. Ik ben de hele ochtend met mijn moeder op pad geweest in het ziekenhuis. Allemaal controles en zo, niks ernstigs. Maar ja, na al die uren in het ziekenhuis het afgelopen weekend, toen met mijn dochter, was ik er even klaar mee. Daarna gewerkt en nu sporten bij Mike en ik ben kapot. Maar goed, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Want ik ga niet lopen klagen nu. Want ik moet echt, echt, echt enorm aan de bak deze week. Maar dan ook echt enorm. Zo. Ik zie mezelf nu in een schermpje boven de camera. Wat een wallen zeg. Hallo. Het ziet er heel erg uit. Ik voel me goed hoor. Ik had gisteren een hele lange werkdag van 7 tot 7. Maar het was heel erg leuk. Het was bij de dag van de audio. Het was wel een lange dag. En dan loop ik dus een beetje achter met mijn reguliere werk. Dus ja, je ziet het alweer. Ik zit in mijn studio. En het is nu woensdagmiddag. En dat is foute boel. Want op woensdagmiddag train ik dus altijd met Mike. Mike die moest helaas afbellen, want die moest ook qua werk allerlei dingen regelen thuis. Prima. Dus ik riep al meteen, oh, ik spring zelf nog op de cross trainer dan. Maar ja, er moet gewerkt worden nu. En ik zit podcasts te monteren. En daar gaat gewoon heel erg veel tijd in zitten. En dat, dat heb ik nu even voorrang gegeven. Met als gevolg dat ik dus niet heb gesport. Dus even kijken. Het is nu 17:15. Ik ga nu nog even 5 minuutjes monteren. En daarna ga ik me nog 50 keer opdrukken op mijn knieën. En dan was het hem dat weer voor vandaag. Sorry. Ik ben de hele dag al bloedzagrijnig. En weet je hoe dat komt? Ik was vandaag bij een vriendin. En die had een weegschaal staan. En toen bedacht ik me, want ik had vanochtend de podcast met de hypnotherapeut zitten monteren. Toen dacht ik, wow, wow, wow. Het is gewoon al bijna een maand geleden dat ik bij haar was. Voor de stoppen met snaaien, snacken en chocoladesnoepen hypnose sessie. Dus ik ben nu al een paar weken, en dat gaat me echt redelijk makkelijk af moet ik zeggen. Ben ik keurig 's ochtends magere kwark aan het eten. 'S middags een salade met, nou ja, of nog een soepje erbij, weet je wel. En dan 's avonds ook echt redelijk gezond en verder niks. Ik heb zelfs, ik geloof, de afgelopen maand, ik denk in totaal 3 of 4 keer een glaasje port genomen. Dus ook niet meer elke avond. Echt wel stappen gezet. Ik ben ook enorm aan het sporten. He, al die baantjes zwemmen extra in het weekend, dat komt er ook bij. Dus ik dacht, nou, nu ben ik echt wel afgevallen. Niet dus. Hoe kan dat nou? Dus ik werd zo boos. Ik dacht echt, jemig, waar doe ik het voor? En ik weet het, en ik zeg het ook tegen anderen, je moet centimeters meten. Uiteindelijk raak je het heus wel kwijt. Misschien hou je net veel vocht vast. Het gaat erom hoe je je voelt. Spieren zijn zwaarder dan vet. Bleh, 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 bleh. Ik wil gewoon een keer dat die weegschaal naar beneden gaat. En nu ga ik slapen. En morgen weer een nieuwe dag. En dan ben ik dit vast weer allemaal vergeten. Ik ben trouwens nog steeds boos. Ik dacht het is wel over vandaag, maar ik ben nog steeds boos op die stomme weegschaal. Ik zou nu natuurlijk gewoon heel veel rijstwafels met chocoladepasta kunnen eten. Gewoon denken zondag, ga lekker niet zwemmen, bekijk het even. Maar dat doe ik niet. Misschien neem ik vanavond wel een bordje. Zo ben ik dan ook wel weer. Ja, ik word daar gewoon bloedzagrijnig van. Het is ook gewoon stom. Ik had zo graag nog even een paar kilo willen afvallen voor mijn project. Het is al over 1,5 week. Nou, blijkbaar zit dat er dus niet in. Oké, genoeg gekletst. Daar gaan we weer. Zondagochtend baantjes zwemmen. Ik heb weer een uur en 40 minuten gezwommen. Ik had een beetje ruzie met mijn sporthorloge. Die geeft aan 2 kilometer. Maar ja, dat moet gewoon 2,5 kilometer zijn. Dus ik krijg trouwens heel vaak de vraag, Loor, wat voor soort sporthorloge heb je? Ja, nou ja, ik heb deze keer gekregen en ik raad hem eigenlijk niet aan. Oh. Dus ik ga ook het merk niet noemen. Maar ik ben nog op zoek naar goed horloge. Oké, nou ja, weer ongeveer 100 baantjes gezwommen dus. Ik ben weer trots op mezelf. En misschien was dit voorlopig wel even de laatste keer zwemmen. Dan ga ik gewoon weer eens even een beetje relaxed op zondagochtend voortaan. Er zijn mensen die worden echt super energiek van zwemmen.
Ik ben er niet zo een. Maar goed, ja, mijn lijf doet pijn. Ja, weet je wat het ook is? Ik ben voor mijn speciale project ook nog extra aan het trainen. Maar die trainingen kan ik dus niet laten zien. Omdat je dan waarschijnlijk meteen weet wat het is. En ik mag er dus verder niks over zeggen. Ik heb er wel allemaal papierwerk voor zitten invullen vandaag. En nog eventjes wat ingesproken. En dat op zondag. Ik heb een hele grote courgette gekocht en ik ga er een heerlijk recept van maken van de Vital app. Maar ik kom er niet meer aan toe vandaag. Het is nu 5:30. Ik ga koken. Ik vind dat ik aan de beurt ben, want ik heb de hele week niet gekookt. Dus dan, moet ik ook even in een pan roeren. Dit was hem weer, de vlog van deze week. Ik word steeds zenuwachtiger voor mijn project. Ik heb daar een klein beetje spijt van. Maar goed, ik ga gewoon doorzetten. En dan hoor je dus in maart wat het is. En verder, het gaat wel goed met mijn knieën, met mijn hielspoor. Lekker bezig. Voor mijn gevoel heb ik wel echt de weg naar boven te pakken. Dus daar ben ik heel erg blij mee en heel erg dankbaar voor. En ik ben ook dankbaar voor het feit dat je weer hebt gekeken. En wat mij betreft tot volgende week. Doei!